Wat een prachtig gezicht. Ja, daar word ik nou blij van. Ik ben Karin Broekhuizen. Ik woon al 44 jaar in het Honsruggebied. En ik fotografeer heel graag landschappen. Ah, oh kijk, nou heb je die ene hele mooie grasheuvel zo achter. Dat je hei op de voorgrond en dan die andere koetjes. Hier hebben vroeger mensen gewoond. Al heel lang geleden, 5000 jaar terug, woonden hier al mensen. Maar kijk, dit hunnebed. Dat ligt hier gewoon. Die nagaan, dat ligt er dan ook al 10.000 jaar. Dat is toch ongelooflijk. Vroeger als kind, toen ik echt heel klein was, wilde ik architect worden. Dus dat was toch weer iets met composities. Een landschap is ook composities. Nee, ik geloof niet dat ik iets anders was gaan doen. Die camera. Ja, gewoon echt mijn ding. En dan is het mooi dat je kan delen met anderen hoe mooi onze provincie is. En helemaal het geoparkdeel. Met al zijn glooiingen en grafheuvels, hunnebedden, pingodrines, al dat soort dingen. Ja, daar word ik blij van. Dit is zo genieten. Genieten met hoofdletters. We zijn nu in het Ellet en Brammert Museum. Daar staan vlaggenhutten. Zoals de mensen zeg maar 100 jaar geleden leefden, woonden. Dit plekje heb ik een foto genomen. Het was heel erg mistig. En die zon die was net op. En de mist was een beetje gelig. Ja, en dan zie je die plaggenhut eigenlijk zelfs een beetje vaag in de mist. En die gaat mee naar de expositie. Nou, ik werd daar dus voor gevraagd. Toen heb ik gelijk ja gezegd. Want op die manier kan ik toch weer op een andere manier laten zien hoe mooi het hier is. Wij spraken elkaar vaker en ik ken jouw werk, Karin. We gaan straks ongetwijfeld hele mooie foto's zien. Heel fijn om hier met een heel aantal mensen te zijn die niet alleen het Renzenpark waarderen, de natuur waarderen, maar ook jouw werk waarderen. We gaan ervan van genieten. En laten we één ding zeggen, maak gerust een kiekje. Blijf vooral genieten van de natuur. Probeer het niet te vatten in tekst, probeer het niet te vatten in foto's, want dat is echt de kunst. Maar probeer vooral te genieten van het werk van artiesten zoals Karin, die dat prachtige beeld op de Honsrug zo mooi weet te vertalen in die schitterende foto's. Ik voel me hier gewoon helemaal op mijn gemak. Met alles wat je hier hebt, de variatie in landschappen, mooie bomen, oude boerderijen, hunnebedden. Ik ben blij dat dat bewaard is gebleven. Het moet er over 1000 jaar gewoon nog zijn.